Echt waar? Ja, ja. Maar dan gaat de pick-up toch stuk of niet? Nee, nee. In gesprek met DJ Jean over vinyl. En als er iemand is die in de jaren 90 heel veel met vinyl heeft gedraaid, dan is het wel DJ Jean. Jan, dit zijn twee tassen die je hebt meegenomen. De vraag is, hoe hou je die platen schoon, Jan? Maakt hij wel platen schoon? Nou, dat ga je niet geloven. Met een vezeldoek en water. Nee. Echt ja, waar? Ja, ja. Maar dan gaat de pick-up toch stuk, of niet? Nee, nee. Dus dan liep de plaat gewoon zo. Hup. En dacht ik, oh kut, hij begint te kraken. Even gaan. Zo. Gewoon tijdens het draaien. Probeerde ik dus zo die, te voorkomen dat hij ging overslaan, zeg maar. Ja, nou ja, en hij ziet er wel weer helemaal schoon uit nu. Kijk, zo, hup. Dus gewoon een beetje water met een vezeldoek. Als ze echt heel vies waren en er was geen eer meer aan te behalen met een klein beetje water zo uit de flesje, dan gaf ik hem aan de barkeeper die achter mij stond. Ja. Dan zeg ik, hey, hou hem even onder de kraan. Gewoon, hè, 2000 man in de zaal. Oh, die plaat is onder de kraan. En dan nat draaien. Ging hij hem onder de kraan doen en dan kreeg ik hem weer terug en dan poep. En dan gewoon nat draaien en dat was eigenlijk mijn trucje. Tilde jij dit zelf of had je daar mensen voor? Dit was echt... in de hoogtijdagen van de IT. Maar dit is echt... Nou ja, voel even. Ja, nee, dit is echt 30 kilo of zo. Hou op, schrijf. 20, maar dit tilde je allemaal zelf? Of had je dan gewoon, was dit waarom er altijd een heel gevolg meeging? Ja, je moest wel... Kijk, ik moest met 2, 3... Toen ik net naar het buitenland ging in Amerika, Australië en zo. Oh ja, tuurlijk. Dan moest ik dus over Schiphol moest ik met die tassen sjouwen. Oh man. Nou, 20, 30 kilo per stuk. Vandaar die brede schouders nog steeds. Dit is bizar, hè? Want 10 jaar geleden liep je hier nog mee, 15 jaar geleden. Tegenwoordig heb je zo'n sticky en heb je meer bij dan dat er ooit in al die tassen kan. Ja. Absoluut. Bizar. En ja, je ziet, ik was niet echt een van de zuinigste DJ's van Nederland. Nee. Dat was bijna eigenlijk niet netjes te houden. Dus, nee. Maar het is gewoon werkmateriaal dit. Dit is geen verzameling, het is gewoon werkmateriaal. Ja, Erik, jij zag net de beelden van DJ Jean. En wij dachten, jij zou wel zeggen, oh nee, wat doet hij? Maar jij deed nog veel ergere dingen met platen. Waar maakte jij ze mee schoon vroeger? Nee, niet erger. Ik ben blij dat ik zie dat er in 40 jaar niks veranderd is. Alleen wij deden het niet met water, we deden het met bier. Waarom met bier? Nou, er zit alcohol in, dat was even reinigender. Oké. En werkte het ook echt wat je dat zelf bedacht? Nee, het werkte echt, want het was gewoon alle ruis en tikjes en kraakjes die waren weg. Ja. Dus we speelden ze een beetje nat, biernat speelden we ze af. En vaak hoefden we ze niet schoon te maken met bier, want het bier vloog sowieso wel... richting draaitafel. Ja. Iets anders wat je ook... Kijk, tegenwoordig is dat anders. Vroeger werd natuurlijk overal gerookt. Ook in discotheken, in kroegen en weet ik het wat. In hoeverre is nicotineaanslag slecht voor een plaat? Ja, het is gewoon vies, plakkerig. Dus dat geeft ook dat getik, dat gekraak, dat gespetter. Ja, en doordat het een beetje plakkerig is, trekt het natuurlijk vuil aan. Ja. Jij gaat wel iets netter met je plaat om dan DJ Jean, hè? Ja, ik wil wel dat het cadeautjes zijn. Ik wil wel als ik een plaat overhandig aan iemand, dat hij er echt heel veel plezier van heeft. Het zijn nu cadeautjes. Voor Jan was het toen gewoon, dat was zijn werkmateriaal. Ja, dat was precies. Wat een hamer is voor een timmerman. Dat waren de platen voor Jan. Ja. Nee, ik ben aan het uitdelen. Je bent aan het uitdelen, ja, je bent Sinterklaas. Precies. Zonder baard. Ja, zonder baard. Ja. Maar nee, ik wil gewoon met liefde. Met liefde. Er is dus niet zo heel veel nodig om je platen schoon te maken. Dat kan gewoon met een vezeldoekje en water, maar ook gewoon onder de kraan. Maar om ze echt goed te houden, is vooral liefde nodig. Tot zover de allerlaatste over de toeren. Het zit erop, tenminste voor deze serie. Want als je nog vragen hebt, dan zou het te gek zijn als je die vragen stelt. Dat kan gewoon op de gebruikelijke manier in beeld. En dan gaan we een nieuwe serie maken. En voor nu hoop ik dat je heel veel hebt opgestoken van de serie die we hebben gemaakt. Dat je nog verliefder op pick-upjes, draaitafels en platen bent geworden. En sowieso heel veel dank voor het kijken. Tot de volgende over de toeren.